van Gelderland. Maar dat hadden jullie natuurlijk al op de toren gezien. Welkom in bijzonder burgemeester en wethouders. Welkom alle verenigingen, hun besturen, de Prinsensenaat van de diverse verenigingen. Hartelijk welkom bij deze sleuteloverdracht van het carnavalsjaar 2017. Even checken of iedereen er is. Zijn er berggeiten? Nee! Cavalieren? Nee! Deurzakkers? Nee! Sokkennummers? Nee! Polderschuipers? Nee! Nog een keer deurbouwers? Nee! Nee, dat is niet waar. Nadat? Nee! De feestneus? Nee! Oelebollen? Nee! Ja, die zien eigenlijk een beetje illegaal hier. Ja, dames en heren. Jullie zullen de afgelopen tijd in de media wel gehoord hebben dat er van alles te doen was om die mooie versiering van het doek hier aan het gemeentehuis. Het was Ummi de 43ste die ooit begon met de toren van het gemeentehuis te versieren. En dat was Rob van Elst. En die heeft toen de lange pier opgehangen. En dit jaar kregen we eigenlijk de vraag van de gemeente om de toren weer te versieren. En dat is jammer genoeg niet helemaal gegaan zoals we dat met z'n allen gehoopt hadden. Wij waren chauvinistisch als we zijn en hebben er een echt Kroesbeekse doek van gemaakt. En dat viel een beetje verkeerd bij BMW. Maar gelukkig hebben ze met een hand over het hart gestreken en mocht die toch opgehangen worden. Het lijkt me leuk, althans als jullie dadelijk met z'n allen de regie hier in handen nemen, dat jullie met z'n allen een beslissing gaan nemen over wat er volgend jaar aan die mooie toren moet komen hangen. Of wellicht dat jullie ieder in je eigen kerkdorp ook een torentje uitzoeken, waar je ook een doekje aan hangt. Ja, het was wat.